allemaal, vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie en dit keer ga ik jullie uitleggen hoe ik YouTube combineer met school en hockey. Ik krijg namelijk best wel veel de vraag hoe ik dat eigenlijk doe, of ik nog wat tijd over heb voor andere dingen, of hoe lang ik doe over een YouTube video maken, in ieder geval hoe ik dat allemaal inplan. Dit is vooral een handige video voor mensen die ook een YouTube kanaal willen beginnen, of als je gewoon heel erg benieuwd bent naar hoe ik dit eigenlijk allemaal doe. Als je zin hebt in deze video, doe dan zeker weten dat duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier onder deze video. En laten we dan weer snel gaan beginnen. Ik ga beginnen met het eerste wat ik doe, zodat het allemaal een beetje lukt met het combineren van alles bij elkaar. En dat is natuurlijk, zoals je waarschijnlijk al verwachtte, goed plannen. Ik plan alles in de Masha Planner. Die vind ik echt heel erg fijn en ik heb daar al mijn eigen manier van plannen. En ik vind het heel erg overzichtelijk, want YouTube doe ik echt in die planner en school in een andere planner. Behalve de toetsen, die doe ik wel nog in die planner. Beetje ingewikkeld, als jullie er een video over willen, laat het weten in de poll hier rechtsboven. Maar ik plan dus alles goed in, want dat is best wel belangrijk voor als je alles goed wil combineren. Want stel jij komt thuis, je weet helemaal niet wat je morgen hebt, je moet nog een video opnemen, dan kan je wel heel leuk gaan filmen. Maar ik vind dat school altijd voorgaat, hoe dan ook. Ook al heb je geen video, ook al ik weet niet wat er allemaal is, maar school gaat voor. Onthoud dat, want als er een keer geen video online komt, is dat 9 van de 10 keer door school, omdat ik geen tijd heb of veel toetsen heb. Dus eigenlijk komt er wel gewoon neer dat ik geen tijd heb, maar meestal door toetsen of huiswerk of proefwerkweek, al dat soort dingen. Maar meestal komt door school of omdat ik het niet goed inplan. Dus ik zorg altijd dat ik het goed inplan, want dan heb je een beetje een richtlijn van wat je die dag moet doen. Het is natuurlijk niet dat ik zeg van ik moet om 4 uur die video opnemen en dan begin ik om 5 uur met leren. Dan moet ik tot 7 uur leren, dan ga ik na het eten nog leren. Nee, dat niet. Maar ik zet gewoon neer wat ik die dag heb, zodat ik daar rekening mee kan houden. En bijvoorbeeld al die dag daarvoor de video op kan nemen, zodat het allemaal goed uitkomt. Ook werk ik met YouTube vaak wat voor. Dus stel dat, nee, het is gewoon zo dat woensdag, dat de video, ik kom helemaal niet uit mijn woorden, op woensdag online moet komen, ga ik hem natuurlijk niet woensdag opnemen. Ook niet dinsdag, dat heel soms, maar die neem ik dan op maandag op. En de video voor zaterdag neem ik dan op donderdag op, zodat ik altijd 1 dag ertussen heb. Want dan heb ik altijd wat meer tijd en stel dat ik morgen geen tijd heb, dan hoef ik hem morgen dus alleen nog maar te editen. En stel dat ik echt geen tijd heb om vandaag een video op te nemen, neem ik hem liever een dag eerder op dan een dag later. Want je kan maar beter te vroeg de video klaar hebben dan te laat. Want je wil natuurlijk niet dat elke week je video te laat online komt, omdat je het te druk hebt met school. Dat is natuurlijk wel een goed excuus. Maar dat komt natuurlijk ook wel door het inplannen hoor. Als jij op vrijdag een toets hebt en dat wist je al een week van tevoren, kon je ook al, om maar even heel ruim te zeggen, die week daarvoor de video voor de volgende week opnemen. Dus dat is ook een beetje aan jezelf wanneer je wat wilt filmen. Maar zorg dat je het inplant, zodat het wel duidelijk is wanneer je wat filmt. Dit heeft niet echt te maken met hoe ik het combineer, maar zorg dat je je tijd neemt. Zorg niet dat als je denkt van, oh nee, ik moet zaterdag een video online hebben, maar ik heb nog niks gefilmd en het is vrijdagavond. Of het is vrijdag en ik heb nog niks gefilmd. Stress hem niet. Dat doe ik namelijk wel. Maar dan gaat het helemaal fout, want dan wil je video niet lukken. Dan gaat het editen niet goed. Dan zit alles tegen. Geloof me, dat is zo. Ik heb dat ook. Als iets niet lukt, dan zit gelijk alles tegen. En volgens mij is er iets van een iets voor, zoiets kwalitatief. Gaat voor kwantitatief. Geen idee. Maar het is in ieder geval, als je veel tijd steekt in je video, of in ieder geval gewoon een goede video maakt, is dat altijd leuker dan dat je even snel een video maakt. En dat zullen je kijkers best wel respecteren, want ik denk dat jij het zelf ook leuk vindt als je naar een video kijkt waar je gewoon lekker de tijd hebt om naar te kijken en datgene niet in de video zit. Oké, ik ga nu mijn oogschaduw blenden. Ik moet nu mijn lipstick opdoen. Dat is niet fijn om naar te kijken. Dus zorg dat je je tijd neemt en dat kost. En dat geldt net zo goed voor huiswerk. Ga dat niet afraffelen. Ga niet goed leren voor een toets omdat je nog een video moet opnemen. Neem overal je tijd voor. Lukt het niet, dan niet. Maar ga natuurlijk niet expres 3 uur over je huiswerk doen omdat je geen video op wil nemen. Mijn haar gaat even de andere kant op. Misschien dat dat leuker is. I don't know. Dan heb ik natuurlijk met hockey dat ik op dinsdag en woensdag moet hockeyen. En dat weet ik natuurlijk al het hele seizoen. Tenzij pas bij jullie een maand van tevoren of zo, of een week van tevoren wordt gezegd. Ik weet dat van tevoren, dus dan kan ik ook al inplannen wanneer ik video's opneem. Ik heb altijd, ook al moet ik hockeyen of iets, ik kijk altijd naar hoe laat ik uit ben. Ik ben op dinsdag om 1:50 uit en op woensdag bijvoorbeeld om 4:00.
Dan ga ik woensdag geen video opnemen, want ik moet ook hoekje. En ik heb natuurlijk nog gewoon huiswerk of toetsen. Dus dan kijk ik dat ik op dinsdag video opneem, want we hoeven pas om 7 uur te trainen. Dus dan heb ik gewoon lang de tijd om alles te doen, zodat je niet hoeft te stressen. En op donderdag heb ik geen hoekje. Ik ben wel pas om 3 uur uit, maar... Als ik geen hockey of zo heb, kan ik dan gewoon makkelijk een video opnemen. En hetzelfde geldt voor vrijdag. Zorg dus dat je een beetje kijkt wanneer je de video opneemt. En zorg dat je ook een beetje met je hobby's of met je sport nog kijkt. Of dat goed uitkomt en of je dus lang genoeg de tijd hebt om een video op te nemen. Dus niet dat je zomaar denkt, oh, woensdag ga ik die video opnemen. Want ja, ik moet hem 2 dagen van tevoren opnemen. En ik wil hem graag vrijdag online. Zo werkt het niet echt. Zorg gewoon dat je wel de tijd hebt om een video op te nemen en niet dat je denkt, oh, 2 dagen van tevoren hoorde ik van Jade. Dus dan ga ik hem op woensdag opnemen. Ik heb eigenlijk maar een uurtje om te filmen en nog maar om huiswerk te maken, maar toch doe ik het, want ja, dat is 2 dagen van tevoren. Doe dat vooral niet. Kijk wanneer je tijd hebt en je dus niet te veel nog na school moet doen. Ik hoop trouwens dat ik alles een beetje goed uitleg. Het is echt best wel moeilijk om dit uit te leggen. Ook heb ik eigenlijk een beetje dat ik op school gewoon mijn best doe. Het is niet dat ik nooit kloot of dat ik nooit niet oplet of... nooit slechte cijfers haal, maar ik zorg wel dat ik op school gewoon zoveel mogelijk mijn huiswerk afkrijg. En als je de tijd krijgt om te leren voor een toets, dat je dat ook doet. Want zo hoef je thuis alleen maar minder te doen en heel veel zeggen van ja, huiswerk doe ik wel thuis, kan ik in de les lekker kloten. Ik doe het juist andersom. Ik probeer op school zoveel mogelijk af te maken en zorg dat ik thuis minder hoef te doen en dus ook meer tijd heb voor mijn video's. Maar toch, als ik huiswerk heb, maak het natuurlijk wel gewoon, want... school gaat voor. Een tip voor mij is ook dat ik de ruimte om me heen netjes moet houden. Ik weet niet wat het is, maar dat vind ik het veel overzichtelijker of fijner om te werken. Ik heb mijn kamer zo goed als netjes. Nu alleen een beetje statief en alles voor me. Maar het is meestal wel netjes. En dat geeft ook gewoon een wat ruimer gevoel, zodat je niet om je heen al die stress hebt en van alles ziet. Dat je denkt, oh, maar dat wil ik nog testen. Leuk rek. Die moet ik ook nog versieren. Maar dat je gewoon ruimte om je heen hebt en alles gewoon een beetje georganiseerd is. Want dat helpt bij mij ook. Zo heb ik... een lichter hoofd. Oh, dat klinkt zo naar gewoon, hè. Maar het helpt wel echt. Hoe ik ook nog YouTube combineer. Niet echt heel goed, maar ik zorg ook dat ik soms wat later doorga in de avond. Dus niet dat ik tot 11:30 s'avonds zit editen. Nee, meestal niet. In het weekend wel, maar door de week niet. Maar ik ga wel nog in de avond door, zodat ik gewoon overdag mijn huiswerk er zo af heb. En als ik nog tijd over heb, dan ga ik bijvoorbeeld beginnen met editen als ik nog tijd over heb. Of dan kan ik nog wat extra dingen doen voor YouTube. Maar ik zorg eerst dat ik al mijn schoolwerk af heb en dan aan YouTube ga. Ook al is het soms wel echt heel naar hoor. Dat je gewoon een computer naast je hebt staan waarop je wilt editen en je huiswerk. En dan moet je toch maar aan je huiswerk gaan. Dat is de verstandigste keus, maar het is niet dat ik dat altijd doe. Maar het kan dus zo zijn dat je soms wat latere avonden hebt... of dat je wat eerder op moet staan, dat je nog een video moet uploaden. Ja, dat heb ik best wel vaak, omdat ik het best wel druk heb. En soms gewoon denk van, nee, nu wil ik even niet editen. Ik wil gewoon op de bank liggen. En dan heb ik die avond spijt dat ik niet ben gaan editen. Omdat ik geen expeditieroom is om bijvoorbeeld kan kijken. Dus hou daar rekening mee. Mijn moeder zei dit gisteren nog. Ik doe het zelf niet echt, want ik haat het gewoon. Als ik tijd heb, wil ik niet wat doen. Net zoals gisteravond. Ik was om 8 uur klaar. Toen zei mijn moeder, ja, ik kan ook vandaag een video opnemen. Toen dacht ik, nee, ik wil het morgen doen, want nu kan ik op de bank liggen. Maar, het gezegde. Maak haast als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt. Het is eigenlijk wel echt zo, als je soms gewoon eventjes een middagje vrij bent en je denkt, oh, ik kan vanavond wel die video maken of morgen, want ik lig nu lekker op de bank. Ga van die bank af en ga een video opnemen. Je krijgt die avond daarna zoveel spijt. Of als je video niet af hebt, heb je zoveel spijt dat je het niet hebt gedaan. Ik heb daar zelf echt last van. Bijvoorbeeld dat ik nu denk van, had ik die video gisteren maar opgenomen. Zodat ik vandaag goed kan leren voor een toets dat ik morgen heb. Wat ik dus ook nog moet doen. Maar zorg dus dat je soms eventjes denkt van ja, ik zou eigenlijk morgen de video opnemen. Maar ik heb vandaag tijd, dus ga ik het vandaag maar doen. Soms is het best handig, ook al doe ik het zelf niet echt. Omdat je gewoon tijd hebt. Waarom zou je video opnemen als je het ook morgen kan doen? Maar ja, dat moet je zelf maar uitzoeken. Ik, ja. Wou dat ik dat ook maar kon. Ik doe dat helaas niet. Misschien dat het nu klinkt dat je denkt van... heeft zij nog wat tijd voor andere dingen? Ja, dat heb ik. Het is niet dat ik alleen maar school en YouTube heb. Het is ook dat ik gewoon nog lekker kan gaan shoppen of zo. Maar merendeels heb ik wel een groot deel van de tijd dat ik besteed aan YouTube of school. Het is ook wel zo dat ik minder kan afspreken met vriendinnen. Want als je iets wil doen en is het, ja, kan je afspreken? Nee, sorry, je moet video editen. En dan heb ik soms wel van die momenten dat ik denk, nou, kan dat niet even morgen? Maar uiteindelijk als ik die video heb gemaakt, dan denk ik wel van, ja, ik heb het gedaan.
nu ben ik er vanaf en dan kan ik bijvoorbeeld morgen afspreken. Dus denk er ook aan dat als je het een dag eerder doet of als je het gewoon doet, dat je daarna wel blij bent dat je het af hebt. En dat je dan met andere dingen bezig kan zijn. Ik heb dus nu ondertussen al een beetje mijn tactiek in mijn hoofd van hoe ik het wil gaan doen. Op maandag een video opnemen en op donderdag een video opnemen. Zodat ik één dag zeg maar heb om te editen of misschien nog zelfs die avond. Maar zodat ik een dag heb om te filmen en een dag heb om te editen. En dat is eigenlijk hoe ik het een beetje doe. Maar er komt ook nogal een plan video aan. Laat het eens even weten in de poll hier rechtsboven als je dat nog niet hebt gedaan. Want dan kan ik misschien nog met een planning nog beter uitleggen hoe ik alles combineer. Maar dit is in ieder geval uitgelegd hoe ik school combineer. Nee, hoe vaak heb ik dit al fout gezegd? YouTube combineer met school en hockey in mijn geval. En heb jij nog steeds moeite met hoe je het wilt gaan doen? Of dat je denkt, ja, ik wil ook een YouTube kanaal beginnen, maar ik heb nog één vraag dat ik wil stellen, wat nog niet behandeld is in deze video. Je kan het altijd achterlaten in de comments hier onder deze video. En dan zal ik proberen om te reageren. Ik dacht even dat dat rijmde. Ah, een soort van. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!